Wij zijn groep 7-8 van basisschool Rivieren in Amsterdam. En wij maken film over dat synagogen worden bewaakt, maar moskeeën niet. Veel kijkplezier. Hallo. Hallo, loop maar door. Dankjewel. Hallo meneer. Oh, u mag niet de synagoge binnen. U wat? Bent niet Joods. Wat raar. Bij mijn moskee heb je helemaal geen bewakers. Daar ga ik wat aan doen. Beste imam. Nou, bij de synagoge hebben ze wel bewakers, bij mijn moskee niet. Ik dacht, misschien kunnen we gezamenlijk een gebedshuis maken voor iedereen, voor elke geloof en zo. Wat vindt u daarvan? Dat is wel moeilijk. Maar dan heb je wel minder racisme en minder terroristische aanslagen. Dat is een goed idee. We gaan er wat aan doen. Kom. Hierbij open ik het gebedshuis voor elk geloof. Hier voor de Joden, voor de moslims en voor de christenen. Hier in dit gebedshuis kun je elke dag wanneer je wil met z'n allen gaan bidden. Maakt niet uit voor wie, maar gewoon met z'n allen. Wij hebben een gebedshuis gemaakt waar iedereen kan bidden. Zo kunnen we met elkaar beter samenleven en dat is goed. Doei! Ik ben Daniel. En ik ben Zoe. Van basisschool de Rivieren, groep 7-8. In dit filmpje laten wij zien hoe wij racisme gaan stoppen. Eindelijk is ons antidiscriminatiemachine af. Wachten tot de eerste die discrimineert. Hè, domme Griek? Hè? Domme Griek? Domme Griek? Nu heb ik er echt genoeg van. Rustig. Heb jij gediscrimineerd? Ja. Meekomen jij? Wat gaat hij weer doen? Deze machine zou jij nooit meer discrimineren. Wat is dat? Hallo. Hé, hey, Jorgos. Wat doe je nou? Maar dat doe ik niet meer. Ik zie iedereen hetzelfde. Echt waar. Sinds dat ik ben, weet ik eigenlijk niet. Opeens. Ja, weet ik eigenlijk niet. Zullen we voetballen? Dit was onze filmpje over discriminatie. Ik hoop dat jullie zelf ook gaan stoppen met discriminatie zonder dit machine. Bedankt voor het kijken. Doei! Hoi, ik ben Yassira uit groep 7-8 van de Rivierenschool. En wij hebben een filmpje gemaakt over pesten. Veel plezier met kijken. Meiden, stilte, Samantha, even telefoon weg. We hebben een nieuwe leerling, zoals jullie hebben gezien. Kom even naar voren. Stel je maar even voor. Ik ben Robin, ik ben 12 jaar en mijn hobby's zijn dansen en zingen. Dus jij bent Robin? Oké. Dames? En een beetje snel graag. Wat doe je op deze school? Dit is mijn school. Hier zitten alleen maar leuke mensen en geen stomme mensen. Nou, ik was gepest op mijn andere school. En dat kan mij wat schelen? Ik weet niet. Mensen, oh mensen. Ten eerste, dom, je bent lelijk, je bent stom. Wow, wat is hier aan de hand? Wat doe je dit? Kom, girls. Het spijt me echt. Van jullie meisjes. Het geeft niet, maar dankjewel voor je help. Het geeft niet. Chloe. Mijn naam is Robin. Oh, aangenaam. Welkom op deze school. Dank je. Het was echt leuk, hè? Ja, echt leuk. Ja, komen jullie vanavond bij mij? Ja, is echt leuk. Kom het schaapfeestje houden. Ja, is goed. Hoi. Slaapfeestje? Ja. Misschien leuk om met z'n allen te doen? Ja hoor, vind ik wel. Het spijt me trouwens, ik had je misschien toch beter eerst moeten leren. Dat geeft me wel. Het geeft niet. Dus slaapfeestje? Vinden? Microfoon. Vinden. Ik hoop dat jullie nu wel een beetje hebben geleerd dat vrienden voor elkaar op moeten komen als iemand wordt gepest. En ja, hopelijk tot de volgende keer. Doei! Hoi, ik ben Monza. En ik ben Eden.
Dit keer laten we u zien wat racisme en discriminatie inhoudt en wat de oplossing daarvoor is. Wat is een Franse stok brood, Franse croissant? Kom dan. Ja, Fransen hebben niks te zeggen. Bulgaren ook niet, Bulgaarse rogvis. Kom dan. Ja, maar Bulgaren hebben niks te zeggen. Bulgaren hebben niks te zeggen. Stil. Hé, er wordt heel veel buiten gediscrimineerd. Wat zullen we daaraan doen? Ik heb een idee. Zullen we een politieke partij oprichten? Ja, dat kan. Daan. Zullen we een politieke partij oprichten en dat jij die kan leiden? Wat voor politieke partij dan? Een politieke partij tegen discriminatie en racisme. Oké, dat lijkt me wel goed. Ja, we hebben je gevonden en degene die je hebt gepest ook en gediscrimineerd. En dat klopt toch allemaal? Ja, dat is waar. Hij praatte over mijn eigen cultuur en land, over Frankrijk, stokbrood, weet ik veel, en nog croissant. Ja, en nog over Bulgaren, ja. Oké, en waarom ik dit ook belangrijk vind, ik heb een nieuwe partij bedacht met mijn vrienden. En we willen dat jullie het weer goed maken en hopelijk dat jullie ook op mij stemmen. Oké. Het spijt me, Max, dat ik je had gediscrimineerd en had gepest. Zand erover. Okay. Even vergeet niet om ons te stemmen, hè? Sowieso niet, nooit vergeten. Ja, zullen we zeker doen. Okay. Dit was ons filmpje over discriminatie en racisme. Onze oplossing was om een eigen politieke partij te beginnen, welke racisme en discriminatie aanpakt.